om even kijken, tot hoe lang heb jij de tijd? Dat is wel iets des onderwijs, denk ik. Dat er gewoon tijden zijn geweest, ja, wat nou HRM, wat nou functioneersgesprekken. Ach, dat gebeurde niet. Als je en met de professionalisering van je docenten en je schoolleiding trouwens ook bezig bent en je bent met nadenken over die goede lessen bezig, ja, dan kan het toch niet anders dan dat je resultaten ook weer goed blijven of nog beter worden en dat je rekenen en taalonderwijs goed krijgt. Nou, dan pak je die andere thema's mee. Wie zit je hier nu eigenlijk? En als je niet met die teksten gaat oefenen, waarom doe je dat niet? Is dat nou in jouw belang of is dat nou gewoon om iemand dwars te zitten? Als er een nieuwe docent komt, die heeft een jaar en in dat jaar moeten we echt er vertrouwen in hebben dat het goed gaat komen. En als iemand net van de opleiding komt, dan snappen we echt wel dat we niet meteen een senior docent hebben. Maar die moet in het contact met de leerlingen echt goed zijn. Wat is het? Is het een echte taal of is het gewoon gebrabbel? Gebrabbel, hè? En ik zou het echt raar vinden als mijn docenten zich niet meer mogen ontwikkelen. Dat ze gewoon al uitgeleerd moeten zijn. Dus ik geloof er wel heilig in dat je echt eerst iemand moet helpen. En dat vind ik naar leerlingen ook. Dus ik vind dat jij daar ook congruent gedrag in moet vertonen. Daar kan ik ook helemaal bij wijze van spreken opgewonden van raken. Dat ik denk, ja, je kan niet naar een docent anders gaan handelen dan dat we naar een leerling doen. Ik zeg tegen leerlingen ook niet na 1-5 van ga maar van school. Hoe kun je nou gewoon bij wijze van spreken als normaal maken dat je, bij wijze van spreken, het enige waar je het over hebt, is eigenlijk altijd die, dat je gewoon goede lessen aan het geven bent voor elke leerling in je klas. En ik ben altijd nieuwsgierig van, wij doen onze dingen daaraan. Maar ja, andere scholen doen weer andere dingen. Ik ben altijd wel heel nieuwsgierig wat die dan weer doen en waarom ze dat doen. Dus, maar nu is het dus verwerkingstijd is in mijn hoofd. En dat broodje inderdaad. Ik heb wel een leuke dag gehad, ja.